Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, algemeen directeur bij HollandGold.nl. Wij zijn een bedrijf dat edelmetaal verkoopt. Als je daar meer over wil weten, kijk even op HollandGold.nl. Maar wij produceren ook veel video's en organiseren evenementen. En 20 januari op vrijdag hadden wij weer een mooi evenement. Het heette Monetary Horizons Extra Large. En daar komen alle video's van online de komende dagen. Deze video is een gesprek wat ik heb opgenomen met financieel en claim expert Ab Flipsen over zijn voorspellingen en lessen in deze bijzondere economische tijden. Dus ga ervan genieten, leer ervan en dank vast. Zo, Ab. Zo, Paul. Daar zitten we weer. Gaan we weer. Althans, vorige keer stonden we. Stonden we, ja. In oktober hebben we dit ook gedaan. Dit is toch wel een stuk comfortabeler zo. Hè? Het zit heel lekker. Heel prima zo. Ik houd hier wel een half uurtje vol. Je hebt ook een krantje meegenomen, zie ik. Een krantje meegenomen, ja. Wil je daar ook iets over zeggen, wat je meegenomen hebt? Of op het laatste belang? Nou ja, er staat vandaag een mooi artikel van Ronald Plasterk in de krant. Met als kop: grootste bedreiging democratie is D66. Dus misschien hebben we daarmee... Dus misschien hebben we daarmee de toon gezet voor dit gebeuren. Weinig D66-stemmers in de zaal, denk ik. En degenen die zijn weggelopen, begrepen. Nou, Sjors van Hout was vroeger een D66-stemmer, denk ik toch. Was, hè, met de nadruk op was. Dus, maar goed. Even kijken, we hebben hier een grote foto natuurlijk online. Even ook kort over jou, misschien vind ik het leuk om het zelf te vertellen. Maar je bent natuurlijk bekend als financieel en claims-expert. En ook opiniemaker. Kun je iets meer zeggen over jouw rol als claims-expert? Ja, claim-expert ben ik ongeveer 25 jaar geleden geworden. Min of meer, doordat we steeds meer mensen tegenkomen die gedupeerd raken door de financiële sector. Uiteindelijk heb ik me gespecialiseerd in grote collectieve procedures. Dus dat betekent dat je dan als vijand tegenover je de verzekeraars en de bank hebt en de pensioenfondsen. En in Nederland ben ik voorzitter van de Vereniging Woekerpolis. En wij procederen dus tegen alle verzekeraars. Het gaat over een claim van vele tientallen miljarden. En in België ben ik gevraagd om een claimorganisatie op te zetten. Ik ben voorzitter van een Belgische vereniging en daar zijn 800.000 spaarders hun geld kwijt. Daar procederen we tegen België's bank en tegen de Belgische staat en tegen de vakbeweging in België. Dus dat maakt het wel extra spannend. Ja, dus de Vlamingen zijn er ook ingestonken feitelijk? Nou ja, elk mens in het Westen is wel ergens ingestonken. Ja. Ook in pensioen, maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. Nee. Waar gaan we het wel over hebben vandaag, Ab? We hebben een best interessante agenda, denk ik. We gaan eerst een half uur met elkaar praten. En daarna laten we ook het publiek weer vragen stellen, een kwartier lang. Ja. We gaan het eigenlijk vooral hebben over... is het voorspellingen? Nou, dat is voorspellingen. Kan gebeuren. Je hebt vier voorspellingen. Wie heeft er gemaakt bij jullie? Nee, ik heb daar geen verantwoordelijkheid. Oké. Maar goed. Maar we hebben vier voorspellingen die jij hebt gedaan. En uiteindelijk ook lessen die daaruit volgen. Mm-hmm. Daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Kun je deze voorspellingen van je kort toelichten voordat we ze dieper gaan behandelen? Ja, we vliegen er toch in een soort sneltreinvaart doorheen. En als je alle presentaties volgt, ook deze dag, maar ook alle interviews die de laatste maanden en de laatste jaren zijn verschenen van allerlei andere sprekers en economen, dan weten we en moeten we ons realiseren dat we te maken krijgen met een negatieve reële rente. Zolang de euro nog bestaat in deze vorm, blijft bestaan in deze vorm, krijgt dus te maken met een negatieve reële rente. En daar versta ik gewoon heel simpel onder, dat de inflatie hoger zal zijn, structureel hoger zal zijn, dan de rente die je vergoed krijgt op je spaarrekening. Afgelopen jaar hebben we de 40% meegemaakt. 40% inflatie met 0% rente, dat is bizar. Ik denk dat we in iets rustiger vaarwater komen. En ik schat dat we misschien naar een 8% inflatie gaan met een rente van 2% op je spaarrekening. Dat noem ik dus een negatieve reële rente. En hier zie je ook een staartje ook over het consumentenprijzenindex. En dan zie je wel degelijk dat die piek er een beetje af is. Maar mensen die denken van er komt een moment dat ik weer meer rente krijg dan mijn geld verdampt door geldontwaarding, vergeet het. Ja. Kijk, heb ik hier nog een...
Ander plaatje, de inflatie. Dus ja, jij verwacht de inflatie blijft hoog, maar wat minder hoog dan nu. En vooral ook om die schuldenpositie, denk ik, houdbaar te houden. Om het eigenlijk nog wat meer leven te geven in het financiële systeem. Want... Ja, nou goed, we hebben het gehoord. Het systeem is bijna niet meer overeind te houden. Snap je? Dat weten we gewoon met z'n allen. Met kunst en vliegwerk vanaf 2008 wordt het systeem kunstmatig overeind gehouden. En men probeert dat zo lang mogelijk te rekken tot misschien die CBDC ingevoerd gaat worden. Maar goed, daar hebben we het net al over gehoord. Nou, ja, en als je kijkt naar wat marktverwachtingen, ook de ECB heeft dan recent weer een onderzoek gedaan, dan zie je dat veel van die respondenten verwachten dat de inflatie volgend jaar naar rond de 5% gaat en dan in 2024 richting 2. Hoe zie je dat soort voorspellingen? Nul, geloof ik absoluut niet in. Niks. Ik geloof zeker niet in dit soort voorspellingen. Ik vind dit plaatje wel interessant wat hier getoond wordt. Dat is, de eerste is over van het World Economic Forum en die geeft aan, als je kijkt even over de hele wereld, hoe de verwachtingen zijn qua groei. Hè? De linkerkant geeft even aan dat de groei binnen Europa wordt geschat op, ik kan het niet precies zien vanaf hier. Maar heel zwak. Ja. Heel zwak. En ook ik geloof zelfs 100%. Hè? Dus men geeft aan dat de economische groei in Europa, West-Europa, op 100% afneemt. En de inflatie, ik kan het niet goed zien, van 4 iets van 57%. Ja. Laat je schetsen een mooi beeld hoe de verwachtingen zijn qua groei en qua inflatie. En de andere is van de Wereldbank. Daar zie je wat de verwachtingen, wat de groei was juni vorig jaar en wat de verwachtingen voor dit jaar zijn. En ik heb geleerd in al die tientallen jaren dat ik met dit vak bezig ben, is dat al die verwachtingen altijd te hoog zijn. Dus haal daar maar iets van af. Maar je ziet hoe negatief het eruit ziet, de voorspellingen. Ja. En wat ik bedoel, dat wil ik even toelichten over recessie in slow motion. Afgelopen jaar heb ik natuurlijk best veel mensen gesproken. Veel mensen hadden het idee dat recessie als een soort donderslag over die mensen heen zou komen. Het is een recessie in slow motion. En je ziet gewoon steeds meer, zie je bedrijven bijvoorbeeld stoppen met hun activiteiten. De faillissementen nemen toe. Er komt langzaam werkeloosheid komt te opzetten. Het is een recessie in slow motion. En dat is niet gek. Als je kijkt naar de jaren 30, hè, de grote depressie, dat duurde ook jaren voordat we op een dieptepunt beland waren. Ja, en wat ze nemen, recessie, wat betekent dat ook eigenlijk? Ja, het gaat over 2 kwartalen achter elkaar met negatieve groei. Het derde kwartaal van vorig jaar hebben we natuurlijk al een min 0,2% gehad. Maar vooral, wat voelt het volk ervan? Hè? Ik hoorde vanmorgen dat 1 op de 2 millennials, die komt bijna niet rond. Nou, ja. Bij de voedselbank staan er enorme rijen. Dus zelfs als ze misschien technisch geen recessie hebben en een klein beetje groei kennen. Nou, de Wereldbank heeft het over 1%. Bij het World Economic Forum hebben ze het over dat 100% van de economen verwachten een hele lage groei. Ja. Maar zelfs dan, als er een kleine groei is, de recessie is voelbaar. De economische situatie is voor veel mensen lastig momenteel. Ja. Jij hebt veel klanten. Ja. Wat is het? Je hebt honderden mensen gesproken de afgelopen maanden. Wat is het beeld wat ze bij jou schetsen? Ja, het beeld wat ze schetsen. Misschien kunnen we even een paar slides even doorgaan. Ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, we kunnen in ieder geval nog. Ja, dit was misschien de derde voorspelling. Even misschien net even de lijnen vasthouden hier. Ja. Even, de euro is onhoudbaar. Nou, ik denk dat iedereen hem helder is. Hans Hogevorst was er heel helder over. Vorig jaar hebben wij Lex Hoogduin ontmoet. He, die is daar wat voorzichtiger in, maar die geeft wel aan dat wij als Nederland eigenlijk naar een opt-out regeling moeten. Dat we de mogelijkheid hebben om terug te gaan naar de gulden. En ook Bert de Vries, de oud-minister van Sociale Zaken, geeft in zijn boek uit 2020 Ontspoort Kapitalisme aan dat de euro een mislukt project is. Dus ik denk dat iedereen inmiddels overtuigd is dat die euro onhoudbaar is in deze vorm. En dan de volgende sheet. Escalatie oorlog Rusland. Ik wil het toch even benoemen. Wat is er? Waarom lachen ze nou? Vanwege je plaatje, denk ik. Oh, ja, sorry. Nee, okay, dat denk ik niet. Nee, maar goed, we kunnen er natuurlijk om lachen. Dat moeten we natuurlijk ook doen. Het is een prachtige cartoon. Maar het is natuurlijk bloedserieus wat er op dit moment gebeurt. Kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar de sanctie afgekondigd tegen Rusland. Ik heb het altijd genoemd, dat is suïcide. Europa heeft echt economisch suïcide gepleegd met die sancties. Als oud-militair durf ik het ook te stellen dat wij nu denken dat we de Russen gaan verslaan. Dat kunnen we vergeten. We verslaan de Russen niet. Als sturen we nog zoveel Leopards 2 die kant op, of Patriots die kant op, we gaan de Russen absoluut niet verslaan. Ze zijn te gemotiveerd om wraak te nemen op de leugens die de Russen is overkomen. Ik weet dat heel veel mensen vaak reageren op mensen die dan iets positiefs over Rusland vertellen, dat je dan in één keer een Poetin-believer bent. Dat ben ik absoluut niet. Ik heb met jou had ik van de week nog even een telefoongesprek over
Belgische hoogleraar van de Universiteit van Antwerpen, Tom Sauer. Die heb een prachtig artikel geschreven in de Standaard. Ik heb begrepen dat jij misschien ook binnenkort nog een keer contact met hem bij me langs, ja. Maar volg eens zijn analyse wat er aan de hand is met dit conflict. En dit loopt volledig uit de hand. Het loopt militair uit de hand, dit conflict. Echt uit de hand. Er is te veel wapengekletter. Dit gaat absoluut niet goed. Maar economisch en maatschappelijk en politiek gaat West-Europa eraan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het hele conflict daar gaat zijn weerslag krijgen op ons. Ja, er wordt openlijk gesproken natuurlijk door niet alleen industriëlen, maar ook ministers, dat Europa mogelijk aan de vooravond staat van een de-industrialisatie. Want die hoge energieprijzen zijn natuurlijk wat gezakt nu, maar met name de volgende winter gaat het heel erg pijn doen. En hoe langer die oorlog voortduurt, wat vooral natuurlijk in de eerste plaats extreem triest is voor de Oekraïners. Ook voor de gewone Rus die eraan aan onderdoor gaat. Wij hebben zelf toevallig wat programmeurs werken in de Oekraïne. En die ons dan danken op het moment dat we dat toch weer wapens die kant op sturen. Of die zijn overdag soms aan het vechten, terwijl ze dan 's avonds aan het programmeren zijn. Maar meer wapens sturen. Eigenlijk, Wierduk zei het beste tegen mij in de show vorig jaar zomer. Eigenlijk hadden we gewoon dan direct de juiste wapens moeten sturen. En dan had je het misschien al gelijk kunnen beslechten. Maar het lijkt er alsof we iedere keer net genoeg wapens sturen om onze eigen geloofwaardigheid een soort van hoogte van kijk, we helpen. Maar het zijn eigenlijk te weinig wapens om het verschil te maken. Met als uitgeschoten verliezen natuurlijk het Oekraïense volk, waar 100.000 soldaten zijn gestorven en 10.000 burgers. Dus of je moet die oorlog snel klaren door de juiste wapens te sturen, of je gaat met elkaar aan tafel. En dan zal je inderdaad wat water bij de wijn moeten doen. Want anders gaat het zowel voor Oekraïne als met name ook voor Europa en Rusland een hele nare en hele gevaarlijke tijd worden met escalatie en mogelijk zelfs een derde wereldoorlog. Absoluut. Nou, ik denk dat we al in die derde wereldoorlog zitten, alleen nog niet voldoende beseffen. De meeste Nederlanders denken dat de Tweede Wereldoorlog begonnen is op 10 mei 1940. Dat snap ik wel. Dat was voor Nederland het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar als je even de geschiedenis in boeken duikt, 1 september 1939 werd Polen binnengevallen. En daarvoor Sudetenland. Dus die oorlog is misschien nog niet hier zichtbaar en tastbaar, maar die is er al. En die is ook niet meer terug te draaien. Wat vind je van het standpunt van Rutte dan? Die zegt van ja, als we nu toegeven aan Rusland, dan is het gewoon net als 1938 München. We geven Sudetenland, maar volgens pakken ze meer. Een fout vergelijking. Nee. Ik bedoel, Sanchez, de Spaanse premier, gaf gisteren aan, we moeten aan de onderhandelingstafel terug. Die Russen zijn niet te verslaan. Hoe je er ook tegenover staat, ze zijn niet te verslaan. Wij hebben onszelf om zeep geholpen door die sancties op te voeren. Ik ben het met je eens, als wij de Oekraïne hadden moeten helpen, hadden we het gelijk moeten doen. Want de Russen die hadden schrokken zich natuurlijk kapot over hun leger. En iedereen heeft zich her kunnen positioneren. En die Russen zijn niet te verslaan. Ze zijn te gemotiveerd. Ze hebben veel meer manschappen. Ze hebben een oorlogsindustrie die 24-7 doordraait. Ze hebben onvoorstelbaar veel grondstoffen. Dus we gaan het gewoon niet redden. Klaar. De Russen produceren of kunnen 1000 tanks per jaar produceren. En wij kunnen maximaal met elkaar een paar honderd die kant op sturen. Ja, maar we gaan 14 Challenger tanks die kant op sturen. Die bemanning moet opgeleid worden in de Oekraïne. Leopards zijn nog lang niet te leveren. Je moet die mensen opleiden. Dat zijn opleidingen van maanden. Het is gewoon bizar. Maar goed. Ja, nou ja, het heel triest. Maar ook iets waar natuurlijk mensen absoluut wel de gevolgen van gaan ondervinden. Hier in Nederland, qua economie, qua... Dat doen we al. Dat merken we in onze portemonnee al. Als ik mijn gasrekening zie, mijn nieuwe voorschotnota zie, dat heeft alles te maken met die Oekraïne. Natuurlijk, in 2021 liepen die prijzen al op. Die hebben een versnelling gekregen in 2022, vorig jaar. Ja. Nou, en dan uiteindelijk is dit een beetje de basis van waarom mensen bij jou komen, toch? Vanwege de 3V's. Ja, uiteindelijk ben ik dit gaan ontdekken nadat wij vorig jaar in augustus zijn wij begonnen natuurlijk met persoonlijke consults. We hebben er ongeveer 200 heb ik gehad, dus 200 mensen gesproken. Veel ondernemers trouwens, bij mij op bureau, bij ons op bureau. En mensen komen natuurlijk in eerste instantie binnen omdat ze zich zorgen maken over hun vermogen. Ja, hoe groot het vermogen is, dat maakt niet uit. Het kan een ton zijn, kan tientallen miljoenen zijn. Dat was eigenlijk de basis van het gesprek. Maar binnen 5 minuten in al die gesprekken kom je eigenlijk tot de ontdekking dat die mensen eigenlijk zich buitengewoon veel zorgen maken over hun vrijheid. En die vrijheid, daar hebben ze van, vooral in de coronaperiode heeft die mensen op scherp gezet. Sommigen daarvoor al. Hè. Veel mensen zeggen ook in het gesprek 2008 ging het al bijna fout. Maar de grootste groep is eigenlijk wakker geschrokken rond corona. Want alle wetgeving die er heeft plaatsgevonden, hoe makkelijk dat ging. Nou ja, er komen natuurlijk andere wetten aan. De wet verplaatsing bevolking. Men is met een wet bezig over desinformatie. Dus men ziet gewoon dat onze vrijheid wordt beknot. Daarmee ook onze veiligheid en vermogen. Dus voor mij is voor dit jaar de rode draad in alles wat ik dit jaar probeer
te bedenken en te produceren is gebaseerd op deze drie V's. Maar echt vrijheid bovenaan. En dat is ook dat artikel wat hier gaat over van Ronald Plasterk, gaat primair over vrijheid. Ja, want jij zei in het voorgesprek dat jij verwacht dat als inderdaad die samenleving zich zo voortzet en de vrijheidsbeperking, dat het uiteindelijk ook kan leiden tot dat wij bij wijze van spreken onze podcast niet meer kunnen doen of dit soort... Of zie je dat zo voor je? Dat je dat... 100%. 100%. Als we de lijn doorvoeren die er nu uitgerold wordt. Hè, dus dat betekent dat met name de kant van D66, lees ook natuurlijk de overheid, die eigenlijk jacht maakt op de wappies hè, en op de rechtsextremisten. En op partijen en op omroepen. Hè. Pak een omroep als Ongehoord Nederland. Daar, die heeft het buitengewoon moeilijk om te overleven. Ja, en als dan gesproken wordt over desinformatie, ja, dan worden wij geschaard onder degene die desinformatie verstrekken. Dus ik denk, als je die lijn doortrekt, dan kom je op een punt dat Ongehoord Nederland niet meer bestaat. Maar ook een blackbox moet stoppen. Jij moet stoppen met jouw programma. Geldt ook voor een Café Welschmerz, voor een Nieuwe Wereld, voor Vibestalk. Noem maar op, al die programma's, die zijn gewoon verboden. Als je de lijn van D66 doortrekt, dan is dit allemaal voorbij. Ja, nou, ik ben bang dat je daar een goed punt hebt. Wij blijven in ieder geval doorgaan met ook zoveel mogelijk breed mensen uit te nodigen. Juist ook om ervoor te zorgen dat je een gebalanceerd verhaal hebt. En we gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Dit zijn jouw ervaringen van de afgelopen maanden en jouw plannen voor volgend jaar. Nou goed, op basis van al die gesprekken, ik zei het net al eventjes, van die ruim 200 gesprekken, of die rond de 200 gesprekken die we hebben gehad. Ja, daar komt heel duidelijk naar voren die drie V's. Daar wil ik niet zoveel meer aan toevoegen. Ik moet wel zeggen, de mensen die ik op bezoek heb gehad, zijn allemaal weldenkende mensen. Helder van geest. Goed onderlegd. Ze hebben zich echt verdiept in de materie. Nou, respect voor die mensen. Echt heel veel respect voor al die mensen. Daarnaast hebben we ongeveer een 2000 telefoontjes gevoerd. Tenminste, vanaf augustus tot december. Veel mails beantwoord. Dus het was echt bij ons een gekkenhuis. Een van de redenen waarom we hebben gezegd, nou ja, wij kunnen dat niet allemaal aan. We krijgen veel meer vragen dan we kunnen beantwoorden. Ik kan al die mensen niet ontvangen. Dus we hebben toen besloten om een basistraining in de lucht te zetten. Via een e-learning traject. Als mensen die basistraining nemen, dan denk ik dat ze de merendeel kan met die tips die je uit die basistraining krijgt, kan aan de slag. Want we hebben het over veel theoretische dingen. Maar je zou ook iets moeten doen. Je moet niet wachten op Brussel, je moet niet wachten op Frankfurt en niet wachten op Den Haag. In mijn optiek moet je iets doen. Ik ben natuurlijk altijd iemand die heeft dicht aan de kant van mensen gestaan. Mijn advies, ook mijn voorzitterschap van de claimorganisaties, heb ik rechtstreeks te maken met of relaties of gedupeerden. Dus ik sta vrij dicht bij de mensen, of eigenlijk heel dicht bij de mensen. En ik denk dat je met deze training aan de slag kan. Want het is in mijn optiek 5 voor 12. Ik merk gewoon hoe groot de druk is en hoeveel al is veranderd in die 5, 6 maanden tijd. Mensen die nu naar een valutekantoor gaan, krijgen ook allerlei vragen te verwerken. Ik krijg nu mails van mensen die vragen krijgen van banken over hun contante opnames. Hun overboekingen die ze krijgen. Het is gewoon bizar. Wat in 5, 6 maanden al veranderd is, is echt extreem. Nu al. Dus ga aan de slag. Daarnaast hebben we besloten om een community te gaan starten met de mensen die bij ons op kantoor zijn geweest, een soort gelijkgestemde groep. Want wij denken dat de tijden nog veel meer bizar worden en we willen feitelijk ook met die mensen een soort community gaan starten. Dat zit allemaal in de planning. En wat ik wil blijven doen, en dan ben ik zo blij met deze bijeenkomst, is dat ik, en dat geldt voor al die andere mensen ook die dit allemaal doen, blijf je kennis delen, blijf je visie delen. Probeer zoveel mogelijk platforms te pakken. Wel een beetje gedoseerd. Ik probeer een lijn te houden met de mainstream media. Ik heb 16 jaar bij Omroep Flevoland mijn verhaal kunnen vertellen in het programma over geldzaken. Dat is een live programma. Ik weet, regionale omroepen zijn misschien niet zo bekend. Maar het zijn wel officiële media. Ze vallen gewoon onder het circus van Hilversum. En ook op lezingen en congres wat we nu doen. En waarom ben je weggegaan bij Omroep Flevoland? Mensen denken dat ik weg moest daar. Dat is niet waar. Ik weet dat ik elk jaar zware discussies had met de redactie over mijn manier van niet over de feiten, maar meer over de toon. De verbanden die ik legde, de dwarsverbanden richting de politiek, dat vond ze erg gevoelig allemaal. Te veel waarheid. Ja, dat je merkt dat wrikt gewoon. Ik moet wel zeggen dat ik respect heb voor de redactie ook en voor de directie daar. Dat ze me al die jaren de ruimte hebben gegeven. Maar ik vond het op een gegeven moment wel genoeg. 16 jaar lang, iedere week live, vond ik erg veel. En je merkt dat je ook de presentator ontgroeien. Ze konden het niet meer volgen waar ik mee bezig was. Ik begrijp dat heel goed, dus ik vond het wel prima zo. Klinkt een beetje als wat
Kees overkomen is bij BNR. Ja, snap ik. Herkenbaar. Ja, een event. Nou, leuk dat je er weer bent. En dit, ja, ik stond ervan te kijken hoe snel het uitverkocht was. Binnen 2,5 week waren de kaarten weg. Dus er is heel erg duidelijk behoefte aan samenkomen. Dat merk je ook als je hier in de bar staat en met mensen praat. Ja. Het is gewoon fijn dat je bij elkaar komt. Waarbij je altijd zelf voor moet waken dat je niet je blind staart in de bubbel. Dus blijf altijd het gesprek aangaan met iedereen. Mm. Dat is in ieder geval hoe ik mijn leven leef. En ik denk dat uiteindelijk hebben we de behoefte aan om met elkaar die samenleving weer op te bouwen. Dus dat is in ieder geval wat ik wil meegeven. Dan je laatste puntje hier is, nou, die hebben we gehad, lezingen. Gaan we naar de volgende dan. Heel concreet. Nou, concreet. Nou, we hebben nu tot en met december hebben wij 5000 aanvragen gekregen voor via een e-book voor een noodpakket. Dat is niet zo ingewikkeld. We geven wat tips in dat noodpakket. We geven ook aan bij welke bedrijven. Ja, voor de meeste mensen hier is dat natuurlijk niet gek. Want jullie hebben al een affiniteit met goud. Maar de massa in Nederland heeft niets met goud. Begrijpt ook helemaal niks van. Dus we hebben in het noodpakket ook een zestal bedrijven genoemd waar je in onze optiek gewoon veilig goud of andere edelmetalen kan kopen of verkopen. Dus dat is echt heel veel vraag naar. Het is een noodpakket waar ook een preplijst in zit. Van hoe moet je nou voorbereiden als de pleuris echt uitbreekt? Moet je denken aan warmte, aan eten, aan drinken. Nou, prachtige lijst. Het is een actuele lijst door een oud-militair gemaakt. We hebben nog wat actueler gemaakt. Daar kan je gewoon gebruik van maken. Wat we in de lessen natuurlijk ook verwerken, maar ook in de gesprekken verwerken, is natuurlijk, ik ben een believer van contant geld. Zonder contant geld zijn we onze vrijheid definitief kwijt. Ik geloof in echt contant geld, dus gewoon echt geld in je zak. Ja, in euro's, maar ik geloof ook in contant geld in andere valuta. Maak daar een mix van. Edelmetalen, dat is voor mij echt van fundamenteel belang. Er staat daar een mooie grafiek van de World Gold Council, waarin je ziet wat centrale banken aan goud hebben gekocht. En dan zie je 2010 staan. Dat zijn de vier kwartalen van 2010. Dat was eigenlijk beperkt. En als je die lijn doortrekt richting 1971... dan zou je zien vanaf 1971... dat was toen die Amerikanen koppelden de dollar los van hun goudvoorraad in Fort Knox. En dus tussen 1971 en 2010 was de aankoop die centrale banken deed best steady, niet veel. En dan zie je, dat is wel gek dat je dan een soort druk op de knop ziet, dat centrale banken ineens in 2011 in één keer goud beginnen te kopen. Niemand heeft daarover gecommuniceerd. Nergens, geen krant heb je dat kunnen lezen. Jouw bank heeft geen informatie aan je verstrekt. En centrale banken gaan goud kopen. Ja, en dat is eigenlijk, dat zet zich nog steeds voort. 2020 was een dip, maar dat had met corona te maken. En productie te maken. En mijnen die stil lagen. Maar als je naar het derde kwartaal van 2022 kijkt, dan zie je de grootste goudaankoop in 55 jaar. Dat wat centrale banken doen. Maar de vraag wereldwijd naar goud van particulieren en ondernemers is vervijfvoudigd. En ik ga hier niet goud verkopen, want ik heb daar geen enkele contact mee of geen link mee met Holland Gold of wie dan ook. Maar ik ben een believer van goud. Volgens mij ben je heel simpel. Als je geen goud fysiek in bezit hebt, ben je gewoon echt een sitting duck. Je hebt gewoon goud nodig. Maar het is uit ons systeem. We denken er niet meer over. En het is van cruciaal belang. En in het noodpakket wat wij hebben omschreven staat ook contant geld, ja, als een soort redmiddel. En ook goud. Maar ik zie goud ook als een soort safe haven voor het geld wat je over hebt om daar te parkeren. Nou ja, vastgoed vind ik een heel belangrijk iets om met je geld te doen. Dan kan je met elkaar in discussie gaan. Moet je nou in vastgoed in Nederland zitten? Ik denk het niet. Maar er zijn heel veel landen waar je echt interessante zaken kan doen in het vastgoed. Optietrading, daar ben ik wat langer mee bezig, maar daar krijg ik ook steeds meer ervaring mee. Buitengewoon een interessante manier om een deel van je geld ook te laten renderen. En dan moet je echt wel denken aan rendement van 20-25%. Als je er geen verstand van hebt, moet je mensen of organisaties inschakelen die dat wel kunnen. Maar het is absoluut een asset die je mee moet nemen. Een actieve asset. Bitcoin, daar wordt vaak over gesproken. Ik heb het ook al een paar keer gezegd. Ik ben niet anti-Bitcoin, maar ik doe er nu niks mee. Dat is even mijn visie. We kunnen er uren over praten over de Bitcoin. Ooit gehad, dus het is niet zozeer dat ik er onbekend mee ben. Maar het is niet fysiek, ik heb het niet vast. Geen stroom, geen Bitcoin. Klaar. Dus ik. Maar je deed het de vorige keer in de oktober natuurlijk. Toen hadden we een presentatie van Mike Hutting. Ja. Van een van de grootste Bitcoin-bedrijven van Nederland. Ik ben zelf al heel lang met Bitcoin bezig. En ik vind het een hele interessante manier om buiten het systeem toch iets aan te houden. Ik ook. Je bent wel wat positief geworden sinds die presentatie. Ik ben er anders naar gaan kijken, opnieuw naar gaan kijken. Ik weet ook dat BlackRock hier dit gebruikt in zijn handelsplatform richting zijn eigen relaties. Dus ik volg het wel, maar die Bitcoin moet nog wat zakken. En daar wil ik er best nog een keer instappen.
Ja. Hey, en nog even over het noodpakket. Heel veel mensen zijn wel inmiddels ook door de lockdown en de tekorten die ontstonden wat kritischer geworden en houden wat meer voedsel in huis aan. Maar weinig mensen hebben bijvoorbeeld een waterfilter. Dat is, terwijl je maar 3 dagen zonder water kan en je kunt een aantal weken zonder voedsel. Het lijkt een beetje de blinde vlek te zijn bij de meeste. Kijk, de preppers weten het wel, maar de gewone burger, om maar even denigrerend te zeggen, die is misschien wel nu goed voorzien van voedsel en wc-papier, uiteraard. Maar hebben ze al van de coronaperiodes nog op. Ja, maar een waterfilter is eigenlijk de bouwsteen zijn van ieder preppakket, toch? Je hebt gewoon water nodig. Je hebt echt een waterfilter nodig. Ja. Je kan je gewoon nog steeds aanschaffen, gewoon echt doen. Belangrijk. En we zijn niet meer aan gewend. We zijn gewend om met onze telefoon even eten te bestellen. We laten dat thuis bezorgen. Dat doen we zelfs op eerste kerstdag. We zijn gewend dat alles direct afgeleverd wordt. Dat we het direct hebben. Maar je moet er vanuit. Kijk, ik kijk vooral wat Duitsland op dit moment doet. Duitsland is veel verder daarin. Duitsland heeft ook allerlei noodvoorzieningen aangelegd waar voedsel opgeslagen is. Duitsland heeft zelfs distributiepunten gevormd waar contant geld ligt, waar mensen heen kunnen. En Duitsland houdt bijvoorbeeld ook echt rekening met het feit dat in 2024 er langere periodes komen van stroomuitval. Dus Duitsland is veel eerlijker. En Nederland heeft ook heel flauw, heeft het kabinet een soort adviesje geven over een noodpakketje. Maar dat is niet echt serieus. Maar aan de andere kant, ze hebben zich wel ingedekt dat als de pleuris uitbreekt, kan je niet de overheid verwijten, we hebben niks gedaan. Want vorig jaar november heeft het kabinet gewoon een soort noodpakketje op de website gezet wat je zou kunnen doen. Maar het is van fundamenteel belang dat je voor een minimaal een paar dagen, liefst een paar weken of een paar maanden zelfs, gewoon voorzien bent. Je moet gewoon zorgen dat je autonoom bent en niet afhankelijk van derden. Dat is echt cruciaal van belang. Ja, en het is natuurlijk grappig dat in de politieke discussie wordt er vaak gesproken over dat banken meer reserves nodig hebben, dat overheden meer reserves nodig hebben. Maar de ultieme reserve kun je zelf gewoon aanleggen. En op het moment dat iedereen zelf wat reserves heeft, waar je ook gewoon op kunt interen en kunt aanvullen, het is ook niet dat je het verliest of zo, dan wordt uiteindelijk het ook veel. Gaat meer leven. Gaat meer leven, maar het is ook verantwoordelijker. Want dan ben je niet meer afhankelijk van die ene buurman die wel geprept heeft. Als je allemaal een beetje prept, dan kun je veel makkelijker noodscenario's doorkomen. Zonder dat het een waste is. Want je kunt er ook weer gebruik van maken. En je kunt aanvullen. Dus eigenlijk is het heel verstandig als je het als samenleving doet. En verantwoordelijk. Het is verstandig. Het is denk verstandig. Ja, zonder daarmee paniek te willen zaaien. Want het is ook in goede tijden is het juist verstandig om het alvast te hebben. Be prepared, wees gewoon voorbereid. Kijk, en al die punten die daarin, het staat onder lessen app. Het grappige van dit soort dingen, je hebt geen derden nodig. Je kan dit allemaal zelf. Je kan dus zelf een noodpakket aanleggen. Je kan zelf zorgen voor contant geld. Je kan zelf valuta wisselen. Of contant, of zelfs ook via eventueel een valutarekening. Al die dingen kan je zelf doen. Goud kan je nog steeds kopen. Ik zeg er steeds bij elk gesprek. Je kan nog andere valuta. Je kan nog cash geld uit de muur trekken. Dat was steeds lastiger. Of contant geld. Je kan nog goud kopen. En ik vrees dat het woordje nog een gegeven moment geskipt wordt. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Maanden, jaren. Ik denk eerder in maanden als in jaren. Maar er komt een moment dat je, sorry Paul, dat je als particulier moeilijk meer aan goud kan komen. Dat vrees gaan we maar fulltime evenementen organiseren. Ja, maar goed. Gewoon, of kan bij jou stagiair een slag helpen. Je kunt niet daar zien, Ab, maar wel aan de achterkant hebben we 2 boeken erbij gezet. Want dat vond je vond het belangrijk om ook leestips te geven. Ja. Ik draai even om. Het linkerboek, ook voor jullie links, is Worst Bank Scenario van Hester Baes over netwerkcorruptie en de grootste bankenfraude ooit. Een heel ingewikkeld boek. Heel complex. Maar als je wil weten wat er in 2008 is gebeurd en hoe dat is opgelost, hè, die bankencrisis, het failliet van de banken, hoe die banken gered zijn tussen haakjes, terwijl die banken nog steeds geen liquiditeit te bezitten en gered zijn door toezichthouders, door de Nederlandse Bank, door de ECB. Hè, als je dat leest, zij gaat heel ver de diepte in. Maar dat is de kern van het boek. Het probleem in 2008 is niet opgelost. Er is sprake van de grootste bankenfraude ooit. Het liquiditeittekort, wat er nog steeds is bij de banken, is verstopt. Is buitengewoon geraffineerd verstopt. Dat is haar boodschap in haar boek. En dat is echt heel, ik vind het echt, ja, het is schokkend om te lezen. En als je echt de diepte in wil, het gaat heel ver. Ik heb echt financiële mensen het boek laten lezen. Of laten lezen, die hebben dat gelezen. Ze kregen af en toe koppijn. Zo diep gaat het. Maar dat is eigenlijk de rode draad van het boek. Het andere boek, ja, van Leon de Winter, Het Lied van Europa, heb ik in mijn vakantie gelezen, een paar weken geleden. Ja, dat gaat eigenlijk over het artikel wat Ronald Plasterk hier ook schrijft in zijn column. Hè. We raken onze vrijheid kwijt. Hè. We krijgen een staat die volledig de burgers wil controleren. Ja. En op het moment dat je desinformatie verspreidt of haatinformatie verstrekt, dan word je gewoon eigenlijk gemonitord. En in zijn boek omschrijft hij, het is een schokkend boek om te lezen.
omschrijft hij hoe wij veranderen in een totalitaire staat. Waar je niets meer te vertellen hebt. Waar alles draait op carbon credits. Het verstik je gewoon het boek. En het ergste, en er komt ook een bloedige opstand in Europa en al die dingen meer. En dan heb je de groep die ons dirigeert, regeert. En de groep die daaronder zit. Ja, ik zou bijna zeggen, het is een aanrader om te lezen. En het gekke van het boek is dat het gaat over de toekomst. Maar als je het leest en je leest je dagse en je informeert je goed wat er op dit moment in de samenleving leest, dan zou ik bijna zeggen, het boek is geschreven op basis van de tijd waarin we nu leven. Dus echt een aanrader om te lezen en om misschien nog scherper, nog wakkerder te worden. Dankjewel Alp. En als laatste nog, voordat we naar de vraag gaan. Je had deze quote uit het boek gehaald. Wordt een hoop in gezworen, zie ik. Wil je hem oplezen of... Je zult fucking denken zoals wij en je zult fucking praten zoals wij en je zult fucking lachen om de dingen waarover wij lachen. Je moet fucking doen, dit doen en fucking dat doen. Dat is feitelijk wat ons opgelegd wordt. Je ziet ook een beetje al wat Arno aan het vertellen was. Er worden dingen van ons opgelegd. We hebben geen keus meer. Het zijn voldongen feiten. Ik ga toch het woord nog een keer zeggen. D66, als de D66-lijn wordt doorgedrukt. En vergeet niet, D66 heeft sleutelposities in ons hele land. Hè? De belangrijkste ministeries zijn bezet door D66. Ze zitten in de cultuur, zitten in de media, onderwijs. Maar het gaat nog veel verder. Hè? Niet enkel de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, de vicevoorzitter van de Eerste Kamer, allemaal D66. En het gaat nog veel verder. Ook een voorzitter van de Consumentenbond, van VNO-NCW, van de AWB, allemaal D66 mensen. Zelfs Wouter Koolmees, die nu president-directeur geworden is van de NS. Als dit soort partijen ons land in de grip krijgen, steeds meer in de grip krijgen, raken we onze vrijheid kwijt en komt er een moment dat ik hier niet meer zit en jij ook niet. En ik zou bijna een soort moreel appel op jullie willen doen. Ik ga geen stemadvies geven. Maar op 15 maart krijgen we in mijn optiek de laatste kans, met de provinciale statenverkiezing, de laatste kans om, want daarmee stemmen we ook direct of indirect de Eerste Kamer samen. Denk na wat je doet en stem op een partij die ons de vrijheid en veiligheid garandeert en ook zorgt dat we ons vermogen zelf mogen houden, dat niet wordt afgepakt. Dus denk goed na wat je straks op 15 maart, welk kruisje je waar zet. Dat is echt van cruciaal belang, want anders zijn we volgens mij onze laatste kans kwijt om het democratisch op te lossen. Is niks voor jou, Rob, politiek? Nee, up for president? Nee. Nee, want ik zou direct de Eerste en Tweede Kamer afschaffen. Dus klaar. Ik geloof dus wel in de referenda. Ik ben dus een believer van referenda. Als je kijkt naar Zwitserland, en daar stop ik ermee. Zwitserland is in mijn optiek in Europa het enige land, in Europa althans, wat echt een democratie heeft. Daar worden de Zwitsers verplicht 4 keer per jaar gewoon te stemmen over cruciale onderwerpen. En dat vind ik echt belangrijk. En we hebben niets meer in te brengen. Dat is mijn grote zorg. Ja. Dank. Nou, hier kunnen mensen wel wat inbrengen via de vragen. Als je trouwens geen goed bereik hebt, log even in op het gratis AFAS gastennetwerk. Want ik kan me voorstellen dat 4G hier niet zo goed werkt. Dan gaan we naar vragen voor Ab. En dan vraag ik mijn collega Joris om een vraag klaar te zetten. Hey Ab, je hebt mij echt aan het denken gezet de afgelopen tijd. Bedankt daarvoor. Wat moet er in de wereld gebeuren om jou weer positief te krijgen? Ja, maar mensen denken dat ik negatief ben. Dat ben ik helemaal niet. Ik kom net terug van een week wintersport. Ik ben hartstikke positief. Ik vind het leven geweldig. En daarom maak ik me echt boos. Echt boos. Dat noemen mensen negatief. Maar boos is niet negatief. Ik maak me echt pissed off. Dat het leven wat ik leid, wat we ook in dit land met z'n allen leiden, dat gewoon eigenlijk aan banden wordt gelegd en dat ik word geknecht en dat ik in mijn vrijheid word beknot, dat ze mijn vermogen willen afpakken. Nou, daar knok ik voor. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En wat moet er in de wereld gebeuren? Ja, ik trek de wereld maar even op Nederland en Europa, want daar leven we op dit moment in. Ja, er hoeft niet zoveel te gebeuren. Het gaat vanzelf gebeuren, dit. Nogmaals, lees het boek van Leon de Winter. Er komt een opstand. Ik ben ervan overtuigd, er komt een opstand. De bevolking gaat het niet accepteren wat ons overkomt. En dat klinkt gek. Nederlanders zijn vrij matig en vrij mat. En toch gaat het gebeuren. En is het niet in Nederland gebeurd, in Spanje of in Frankrijk. Ik zit redelijk diep in de pensioenmaterie. Ook die Fransen accepteren dit niet. En dat klinkt gek, hè? Van 62 naar 64 met pensioen. En dan mogen ze 8 jaar over doen. Maar dit soort bevolking gaat niet accepteren. En ik vrees ook dat de elite, zo noem ik het toch maar eventjes, de hand overspeelt. Of heeft geoverspeeld.
Zodra je mensen echt pakt in de portemonnee, in hun dagelijks bestaan, in hun eten en hun drinken, dan accepteren heel veel Europeanen deze shit niet. Oké, volgende vraag. Beste Ab, wat is je beste advies in het omgaan met je hypotheekschuld voor de eigen woning? Grote hypotheek, zo min mogelijk aflossen, want inflatie. Of hypotheek laag houden, want minder afhankelijk van de bank en de overheid. Vind ik een goede vraag, zie ik zelf ook altijd een beetje mee te worstelen. Ja, heel kort. Wat is een hypotheekschuld? Een hypotheekschuld is geen schuld als daar iets van waarde tegenover staat. Dat is geen schuld. Ik bedoel, als je een huis hebt met een waarde van 4 ton... en je hebt een hypotheek van 2 ton, 200.000 euro... dan is in mijn optiek die 200.000 euro geen schuld. Ja, ik snap het, je kan het zo zien. Maar er zit een overwaarde in. Dus wat ik vind, als je een hypotheek hebt en een eigen woning hebt... dat is meestal logisch dat het samenvalt... dan moet je wel zorgen dat de overwaarde van je huis wel ruim is. Hè? Dus je hypotheek moet echt lager zijn dan de waarde van je woning. En pak de waarde van je woning, trek er nog een keer 20% vanaf. Dat gaat de komende jaar gebeuren. Ja, dan moet je nog steeds aan de goede kant van de streep zitten. Dus het huis moet echt overwaarde hebben. Dan hou je een stuk hypotheek over. En op het moment dat je die hypotheek hebt... en heel veel Nederlanders hebben de laatste jaren geprofiteerd... van een hypotheekrente die in 400 jaar niet zo laag is geweest. Hè? 1,3, 1,5, hooguit 2%, 20, 30 jaar vast. Als je in die gelukkige omstandigheden verkeert... met een lage rente, voor lang vastgezet... en een acceptabel hypotheekschuld, ja, dan is inflatie natuurlijk een feestje. Want als je, stel, 2% hypotheekrente betaalt... en laat de inflatie dalen naar positief, laat ik heel positief zijn vandaag, 6%, hè, dan heb je 4% gewoon, heb je winst. Dat klinkt misschien gek, maar dan vreet die inflatie... vreet gewoon 4% per jaar van je hypotheek af. Dat is één reden. Dus zorg dat je profiteert van je schulden door die hoge inflatie. Feitelijk is dat ook de oplossing van de enorme schuldenberg in Europa. En twee, wat al 12 jaar speelt, is heel simpel. En dat gaat komen. Al 12 jaar lang is de overheid bezig om de eigen woning... de overwaarde althans, te gaan belasten in box 3. En de nieuwe belastingplan die eraan komt... wordt niet enkel je tweede, je derde en je vierde huisje belast... maar ook je overwaarde van je huis. Dus op het moment dat je maximaal aflost, ben je gewoon de klos... dan word je gewoon geript en gestript door de overheid. Dus hou een stuk hypotheekschuld als buffer naar de fiscus. En hou een stuk hypotheekschuld omdat de inflatie voor een oplossing zorgt. Een ramp trouwens, een hoge inflatie voor mensen met een spaarrente. Maar we hebben het hier over hypotheek. En wat zeg je tegen de jonge generatie die nu een huis wil kopen? Wachten of gewoon toch maar doen? Emigreren. wat heb je nog te zoeken in Nederland? Ja, maar tegelijkertijd geef je ook aan van... jongens, we hebben nog een kans. We kunnen in maart de juiste keuze maken. Je bent positief ingesteld. Je woont er zelf ook nog. Moet je niet ook als oud-militair nog meer vechten voor je land... in plaats van vluchten? Nee, dat is het. Ik was ook een grafje. Zeker wel. Ja, nee, maar ik denk in alle eerlijkheid. Moet je denken als jongere... Als je dit tot je zou nemen... zou je denk ik toch wel bepaalde keuzes moeten maken. Moet ik wel in Nederland blijven? Maar goed, laat vanuit dat je in Nederland blijft. Ja, wat moet je doen? Ja, kijk, als de hypotheekrente blijft zoals die nu zit, hè, zo zeg maar rond de 4%. En de huizenmarkt daalt verder. Hè, bedoel, we zien echt een forse daling van die huizenprijzen. Ja, dan is het kwestie van nu even wachten. Alleen, ik denk dat we mee gaan maken dat de huizenprijs verder daalt en de hypotheekrente verder stijgt. Hè, want de jongen die nu een hypotheek sluit voor 10, 15 jaar vast, is al snel rond de 4% kwijt. Dat is natuurlijk historisch gezien nog steeds laag. Maar als die rente zo blijft staan en die jongeren ziet dat huis steeds goedkoper worden... is wel een mooi moment om te kopen. Dat is gewoon waar. Ja, maar misschien ik heb toen zo'n jongere in huis die vanmorgen getekend heeft. Dus okay. Die hypotheek offerte getekend heeft. Dus die heeft dezelfde stap gezet. Maar ze hebben ook geen keuze, hè, die jongeren. Waar moeten ze anders wonen? Bij papa. Bij papa. Ja, maar dat is genoeg geweest. Hij heeft al 5 jaar speelruimte gehad. Want de eerste 2 kinderen waren met 18 het huis uit. Hij tot 23 heeft al 5 jaar eigenlijk al extra tijd gehad. Oké, nou, helemaal goed. Dan gaan we naar de volgende vraag. Welk land emigreren? Volgens mij is er vroeger zo'n liedje geweest. België, toch? Ja. Nee, nou, dat kan je, dat weet ik niet welk land. Ik zei altijd, mensen weten, ik heb een plan B. En plan B is... Dat is een land in Europa waar je heen kan rijden met de auto. En dan hoef ik niet met zo'n infuus aan mijn arm met boosters in het vliegtuig in te stappen. Dus dan kan je gewoon met je auto heen rijden. Dus binnen Europa, weet ik niet. Ik bedoel, ik hoor heel veel positieve verhalen van mensen die
In Spanje wonen, in Portugal wonen, soms zelfs in Griekenland wonen, of die daarheen willen. Er zijn mensen die voelen zich zeer senang bij landen aan de andere kant. Daar zijn aan de oostkant, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië. Ken ik nog harder, wat mensen die daar al wonen of daarheen gaan. En dan verder richting Noord-Europa, Denemarken, Noorwegen. Zweden begint een beetje op te komen, want er is natuurlijk, je hebt een switch gemaakt. Maar alles, laten we zeggen, alles om West-Europa, dus alles rond Nederland, België, Duitsland, Frankrijk ook voor een deel heen. Daar moet je niet meer zitten. Ik geloof niet in de toekomst van Nederland en niet in België, niet van Duitsland. Dat zijn de eerste drie landen die gewoon door het putje gaan. Ja, sombere vooruitzichten, Ab. Ik ben zelf wat positiever ingesteld, maar ik kan me goed voorstellen waar je vandaan komt. De volgende vraag is, hoe kun je aansluiten bij de community gelijkgestemden? Oeh, daar was ik er bang voor. Hoe word je lid van de fanclub, Ab? Nou ja, die fanclub is er helemaal nog niet. Alleen, we hebben heel veel vragen gekregen van mensen, kunnen we niet een soort groep vormen met elkaar? Waarin we kennis delen. En uiteindelijk heb ik dat ja op gezegd, maar dan moet ik handen en voeten geven. Ik heb een zeer volle agenda. En ik krijg natuurlijk op mijn flikker dat ik al veel te veel tijd spendeer aan deze onzin. Maar goed. Ik wil mensen in de ogen hebben gezien. Dus we hebben heel veel mensen gesproken op kantoor. Die mensen hebben alles, hun hele ziel en zaligheid hebben ze neergelegd. Tot in detail verteld wat ze aan vermogen hebben. Waar het staat enzovoort. Binnen 5 minuten wist ik alles van ze. Dus die mensen hebben open kaart gespeeld bij mij. En binnen die groep zie ik wel een aantal mensen die potentieel interessant zijn om samen een groep te vormen. Dus ik wil mensen echt gesproken hebben. Ook niet mensen die een basiscursus volgen, vind ik prima. Doe wat je moet doen. Maar ja, als mensen bij mij op kantoor zijn geweest, dan kom ik een gegeven moment, over een maand of 2 maanden, weet ik niet, ik durf niet te veel te zeggen, wel naar die mensen terug en zeg, jongens, dit is mijn idee, dit zijn mijn plannen. Oké, dus wordt vervolgd, mensen. Volgende vraag. Hoe gaat het in het politiek gefragmenteerde Nederland een collectief gevormd worden dat serieus tegenwicht kan bieden tegen het huidige beleid? Het is inderdaad extreem gefragmenteerd, de politiek in Nederland. Veel partijen zijn op een eigen manier met iets interessants bezig, maar zijn niet in staat om een vuist te vormen. Hoe zie jij dat? Dat is zo, maar dat is moeilijk te veranderen. Ik bedoel, ik hoor ook dat er een soort kiesdrempel moet gaan komen. Ik vind dat niet goed, klaar. Ik vind dat partijen moeten de kans krijgen om hun verhaal neer te leggen. Daar hebben we een democratie voor. Tenminste, de democratie. Okay. Maar hoe je een collectief kan vormen. Ja, die sleutel hebben wij in handen. Als wij op 15 maart, laten we zeggen, de huidige coalitiepartijen van de politieke kaart wegvegen. Of wegvagen vind ik nog een mooi woord trouwens. En daar ook gelijk PvdA erbij doen. En Volt. En GroenLinks. Ja? Dan zijn die uitgerangeerd. Ja, en wat blijft er dan over? Ja, dan heb ik een. En wat er overblijft zijn natuurlijk partijen waar je natuurlijk ook wel iets van kan zeggen. Nou, ik stem SGP al mijn leven. Dus dat is één. SP, denk je gek. Ja, nee, maar SP zie ik heel veel potentie in. Ik zie natuurlijk ook Vorm van Democratie, wat men er ook van vindt. BBB, Ja 21, vergeet ik nog wat, PVV. Er zijn best een aantal partijen waar best veel know-how zit, die meer gelijkgestemd zijn dan degene die ons nu feitelijk alles afpakken. Mijn vrijheid en jullie vrijheid, onze veiligheid en ons vermogen. Dus ik kies voor de partijen die gewoon primair gaan voor vrijheid. En ik denk als je die partijen bij elkaar zou zetten, en we zouden dat ook doen richting de Tweede Kamer verkiezingen, ik hoop dat het kabinet valt, dan heb je kans dat we politiek een aardverschuiving krijgen. Ik vergeet niet, ik heb een huis in Zweden gehad, zelfs 2. Zweden was tot in de genen een linkse samenleving. Zeer socialistisch, zeer links. Maar de Zweden zijn uiteindelijk 2-3 maanden geleden met z'n allen met een schok wakker geworden en zien dat het land compleet naar de kloten ging. En ze hebben gewoon een zwaai naar rechts gemaakt. En het gaat mij niet om rechts of links. Want de SP zit volgens mij in de linkerkant. Maar het gaat mij om partijen met een realistische agenda. Dus het kan wel. Dus ik heb nog een soort hoop. Sowieso het hele links-rechts is natuurlijk ook een vals. Een vals plat. Onzin. Je hebt heel veel. Ik denk ook dat het gewoon zaak is voor veel van onze politieke leiders om het ego een keer opzij te zetten. Absoluut. En kijken naar wat ze verbindt in plaats van wat ze splijt. Ja, PVV bijvoorbeeld, even een zomaar voorbeeld. Hè, wordt altijd aan de rechtse kant neergezet. Maar als ik het partijprogramma van PVV lees, zit bijna aan de SP-kant. Ja. Oké, we hebben nog ruimte voor 1 vraag. We hebben nog een minuutje over. Joris, laatste vraag graag. Ik heb personeel en zij geloven heilig in de pensioenzekerheid. Welk advies kun je hierover geven? Niet emigreren, zeggen. Nee, ik zou zeggen gewoon blijven geloven.
Ja. En welk advies kan ik hierover geven? Ik kan geen advies geven, want in Nederland is pensioen een verplichting. Tenminste, voor de meeste bedrijfstakken is het een verplichting. Dus je moet gewoon 25% van je salaris sta je af aan een pensioenfonds. Nou, de pensioenfonds heeft eigenlijk al het vermogen overgedragen naar de BlackRock's en de Vanguard's van deze wereld. En je moet ervan uitgaan dat van die 25% die je hebt betaald, krijg je een fractie terug. Als je de leeftijd van straks 69 en 70 mag halen, dan mag je nog een paar jaar van leven. En kijk, ik heb een keer een voorbeeld gemaakt. Dat is misschien wel wat om goed uit te leggen. Ik heb van mijn dochter, die zit in het onderwijs, uitgerekend. Wat de situatie is als zij met pensioen gaat. En dan vanuit pensioenspecialisten weet ik dat ze dan ongeveer nog 12 jaar volgens de tabellen nog leeft. Wat er dan overblijft. Ik stel het dan nu. Dus nogmaals, zij werkt heel de leven in het onderwijs. Laten we zeggen, ze gaat met de 68 met pensioen. En dan leeft ze nog, volgens de statistieken, nog 12 jaar. En heeft ze dus in die 12 jaar tijd heeft ze natuurlijk de AOW gehad en het pensioen. Dan komt zij te sterven. Heeft u enig idee in deze zaal wat er nog in die pensioenpot zit? Is die pensioenpot gewoon leeg? Of is het tekort? Of zou er nog iets over zijn? Heeft u een idee? 4 ton. Zo. Hoeveel? Ja, ik hoor iemand 4 miljoen roepen. Nou ja, dat is misschien een bizar getal, maar ik zal u vertellen. Er blijft 3 miljoen achter over als het moment mijn dochter komt te overlijden. En dat verdwijnt weer in die pensioenpot. Als we ons zouden realiseren in dit land waar ons pensioengeld staat en hoe dat beheerd wordt en door wie, worden we gek. Door de Woekerpolis-affaire was een drama. Hè? Toch 4 miljoen huishoudens die 7 miljoen shitproducten hebben verkocht. Maar als we naar het pensioendossier krijgen, dat is nog veel groter. We hebben een van de grootste pensioenpotten ter wereld. We hebben er niets over te zeggen. Het geld staat bij derden. We zijn gewoon de pisang. We laten ons alles afpakken in dit land. Shame. Misschien moeten we de volgende versie van het evenement weer een pensioenspecial maken. Ab, ik wil jou hartelijk bedanken. Dank voor jouw wijsheid en kennis. Mensen, Ab Flipsen. Er komt nog een wijntje als het goed is. Ja.